genoten vandaag, Dirk Uit? Ja, nee, het was echt een hele mooie dag. Fantastisch om alle mensen waar ik enorm veel aan te danken heb. Familie, mijn eigen gezin, mijn moeder, andere familie, vrienden. Maar ook duizenden supporters, een bomvol stadion. Spelers, trainers waar ik enorm veel aan te danken heb. En die waren hier allemaal vandaag. En ja, dat voelde heel bevoorrecht. Mooie woorden van verschillende trainers en spelers. De burgemeester, de KNVB. Het moet allemaal even landen, want het was wel heel erg veel. Die gunfactor zat er duidelijk in vandaag. En niet alleen dat sommige mensen later op vakantie gaan of hele reizen ondernemen om hier te zijn. Maar ook de wijze waarop jouw goal uiteindelijk er komt. Ja, ja, nee, dat was wel een beetje ingestudeerd. Maar ik vond het wel mooi. Ik vond het wel mooi. En ik vond het ook mooi dat... Nou ja, dat Van der Sar in ieder geval zoiets had van, luister, als hij een goal wil maken, dan moet hij hem er gewoon inschieten. Anders hou ik hem gewoon tegen. En zo hoort het ook. En ja, het was vandaag iets minder, ging het bij mij om de doelpunt, al was ik wel af en toe daarna op zoek. En het meest jammer vond ik het moment dat heel erg leek op Heracles, dat hij er net niet inviel. Want dat had wel weer bijzonder geweest. Maar ja, het was heerlijk om op deze manier af te sluiten. Penalty, gewoon in het hoekje en klaar ermee. Jij krijgt daarna ook echt nog wel wat bijzondere onderscheidingen, ja. Bijvoorbeeld van de gemeente Rotterdam. Wat doet dat met je? Ja, enorm veel. Ik had totaal daar geen rekening mee gehouden. Ik had zoiets van, ja, weet je, ik ben nu een jaar gestopt. En ik moet zeggen, het is toch wel weer een heftig jaar geweest met allerlei dingen. En toch eigenlijk nog niet helemaal afscheid genomen van het voetbal. En nu kan ik echt afscheid nemen. En als je dan ook nog eens daarnaast van de gemeente Rotterdam zulke mooie woorden van de burgemeester onderscheidingen krijgt, ja, dat doet heel veel met me en moet eigenlijk nog een beetje landen wat het nou exact met me doet. Maar dat ik een enorm trots persoon ben en dat ik zo gewaardeerd word door de stad Rotterdam, dat doet me ook heel veel natuurlijk. Maar heel onlogisch is het toch ook allemaal weer niet. Ik bedoel, je hebt nogal wat betekend, niet alleen voor Feyenoord, maar ook voor heel de stad. En ja, dat heb jij meegekregen. Ja, dat krijg je wel mee. Maar als je dan zo'n dag als vandaag speelt, dan verwacht je niet dat je dat ook nog eens een keer erbij krijgt. Ja, ondanks alles vond ik dat niet vanzelfsprekend. Ja, ik heb een fantastische periode bij Feyenoord meegemaakt. Met z'n allen hebben we dat voor elkaar gekregen. En ik ben enorm trots dat ik op die manier afscheid heb kunnen nemen van mijn carrière. En de waardering die ik krijg als ik door de straten van Rotterdam loop is uniek. En ja, dat voelt fantastisch. Maar ja, als dit er dan nog overeen komt met de woorden van de burgemeester erbij... Ja, dat doet me echt heel veel en dat maakt me wel emotioneel, moet ik zeggen. En ik zal eerlijk zeggen, ik heb niet gehuild, maar ja, het was wel heel, heel pittig. Hij is zeker niet vervelend bedoeld, maar je stipt het vandaag ook zelf aan. Ik was ook gewoon benieuwd hoe dat zou lopen. Van Bronckhorst is er vandaag gewoon bij. Dus er is een hoop gedoe geweest, laat ik het woord gedoe gebruiken, over jouw boek. Hoe was dat toen jullie elkaar vandaag dan voor het eerst tegenkwamen? Nou, we hebben elkaar al een aantal keer gesproken. En ook voorafgaand toen het boek uitkwam, hebben we elkaar gesproken. En natuurlijk hebben we wel wat dingen tegen elkaar gezegd, hoe we over bepaalde zaken dachten. Maar we hebben altijd respect voor elkaar gehouden. En dat is denk ik heel belangrijk. Ik heb een boek geschreven vanuit mijn gevoel, vanuit mijn emotie. Maar het moet niet zo zijn dat mensen dat verkeerd interpreteren. En dat vond ik jammer dat sommige mensen het op een andere manier beleefd hebben zoals ik het beleefd heb. Ik vond het gewoon een uniek proces om te laten zien... Hoe een bepaald succes tot stand komt. En zonder daarin mensen te beschadigen of mensen naar beneden te halen. Want kijk, iedereen weet, en dat heb ik al vaker tegen Gio ook gezegd, ook nadat het boek uitkwam, ik heb gewoon enorm veel respect voor de mens en de trainer Van Bronckhorst. En dat geef ik ook meerdere malen aan in het boek, denk ik. En dat wilde ik gewoon, eigenlijk wilde ik het niet zeggen, maar toch ook om dat misverstand niet uit de weg te ruimen. En ook naar de toekomst toe, dat we maar één doel hebben. En dat we met Feyenoord gewoon naar de toekomst toe zo succesvol mogelijk gaan zijn. Eén vraag nog, dan ga ik je richting de andere verplichtingen sturen. Je gaat nu beginnen als jeugdtrainer bij Feyenoord. Wat zijn jouw ambities op dat front? Wil je uiteindelijk hier in die Kuip ook in dat kader weer bij het eerste terugkeren ooit? Ik heb dit jaar UEFA A afgerond. Dus dat houdt in dat ik trainer mag zijn bij topamateurs, assistenttrainer of bijvoorbeeld onder 19 zou kunnen doen. Ik heb nu een ervaringsjaar nodig, dus ik ben hartstikke blij met onder 19. En het jaar daarna wil ik coach betaald voetbal doen. En in de tussentijd wil ik ook gewoon het werk wat ik met Martin van Geel gedaan heb voortzetten. En uiteindelijk kijken wat het beste bij mij past. En dat het in het voetbal is, dat het bij Feyenoord is, dat wil ik heel graag. Alleen op welke manier, dat moeten we gewoon even na die 3 jaar gaan bekijken. Alleen wil ik wel zeggen dat het trainerschap ook volgend jaar onder 19. Ja, dat kijk er echt enorm naar uit. En ik was van de week nog even met Cor bij een wedstrijd van onder 19.
ja, ik heb gewoon enorm veel zin om ook weer met zo'n icoon die al heel lang bij Varkenoord loopt te werken en die gasten beter te maken. En ja, mijn doelstelling op de korte termijn is gewoon zoveel mogelijk jongens hier zo snel mogelijk te laten spelen en ja, kampioen te worden.